Ja, een van de vraagstellers, Axel Ronsen van de N-VA, is komen aanschuiven. Dag, meneer Ronsen. Ja, de federale regering wil de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. Een arbeidsdeal, zegt premier Michel. Vindt uw partij dat nu een goede zaak of niet? Want de communicatie van de afgelopen dagen was een beetje warrig. Hè? Vindt u het een goede zaak? Wel, het is een goede zaak dat de premier initiatief neemt om iets te doen aan de arbeidskrapte. Laten we daar mee beginnen. Waar hebben wij kritiek op gehad? Hij is gekomen met een nota. Een nota waar eigenlijk allemaal zaken in stonden die op Vlaams niveau al gebeuren. Wij willen uiteraard op Vlaams niveau nog nieuwe zaken doen. Ja. Maar wij vinden als je de arbeidsdeal wil sluiten en de arbeidskrapte wil aanpakken, dat je het over de essentie moet hebben. Ja, maar goed, u heeft nu vandaag aan minister Muiters, want die was op het overleg aanwezig vanochtend met de andere gewestregeringen. U heeft gevraagd wat is daar gezegd, hoe is het verlopen. Hij heeft dat omstandig uitgelegd, hebben we ook net kunnen zien. We weten nu wat de Vlaamse regering wil doen. We weten ook wat de federale regering zou moeten doen. Althans, wat de ondersteuning is die minister Muiters vraagt. Oké, dat weten we. Maar wat verwachten we van de bedrijven? Wat verwacht u van de bedrijven zelf? De bedrijven zelf, die willen mensen aanwerven. Die willen zoveel mogelijk mensen aanwerven. Maar wat verwacht u van hen om die krapte aan te pakken? Wel, de bedrijven zelf, die kunnen niet anders dan het bestaande, het beschikbare talent aanboren. Bedrijven zelf hebben hun deel van het werk gedaan. Namelijk, zij hebben pakken jobs gecreëerd. Mm-hmm. Zij zijn nu bezig massaal aan het recruteren. Wat verwachten wij? Ik lees dat verhalen over helikoptervluchten die worden ingelegd, ontbijten die worden aangeboden aan sollicitanten. Ja, daar is de rekker uit? Ja, daar is de rekker uit. Hoogstens kunnen we nog een cultuuromslag creëren over een aantal zaken. Bijvoorbeeld, we stimuleren bedrijven om meer aan te werven op competentie. Dus om door leeftijd, diploma en noem maar op heen te kijken. Sommige bedrijven zijn nog iets te star op dat vlak. Twee, we sporen ook bedrijven aan om in-house zelf nog extra opleidingen te gaan doen. We hebben daarvoor met de werkgeversorganisaties ook een deal gesloten. Maar de inspanningen moeten nu komen vanuit de politiek. En dat betekent dat er Ik hoor u zeggen, wij doen de inspanningen. Wel, de bedrijven doen alle inspanningen. En goed, de politiek, want u vroeg het aan minister Muiters. Hij zegt, dit is wat wij doen. Ja, maar op politiek vlak zijn er wel nog wat andere dingen dan wat Vlaanderen kan doen. Ik ga u een aantal voorbeelden geven. Op federaal vlak, sinds 2014 zijn nog duizenden mensen op brugpensioen gestuurd. Dat noemt nu SWT. Maar dat is een stelsel waar men eigenlijk nauwelijks Uw partij maakt daar deel van uit, hè? Van die ja, absoluut, absoluut. Maar je kunt in een regering, maak je een regeerakkoord met uw partners. Wij wilden op een aantal terreinen verder gaan. We hebben dat voor een aantal zaken echt wel goed kunnen binnenhalen. Je maakt een akkoord met je partners. Maar als je na 3-4 jaar ziet van kijk, we zitten hier met een groep 4000 mensen die op SWT is gestuurd, waarvan er op vandaag 91 werken. Ja, je kunt het die mensen niet kwalijk nemen. Want dus u verwacht dat de federale overheid daar verdere stappen inzet om dat te vermijden dat dat nog gebeurt? Ja, absoluut. We kunnen ons echt niet permitteren dat we aan de ene kant met een extreem grote vraag zitten naar personeel van bedrijven met massas jobs. En aan de andere kant... Het zijn wel mensen... die bedrijven die eerst saneren en dat brugpensioen inroepen. Hè? Ja, goed. Oké, okay, dat klopt. Maar het is denk ik ook... Een bedrijf zal altijd die keuze maken als dat een maatregel is waarvan ze gebruik kunnen maken. Je kunt hun dat niet... Een bedrijf die moet saneren, die met problemen zit, die zal zoiets altijd doen. Dat heeft trouwens te maken met een andere zaak die op federaal niveau moet worden aangepakt. Dat is de anciëniteit. Want daar zijn de oudere werknemers vaak het slachtoffer van. Lonen worden bepaald op vlak van leeftijd. Ook dat zou moeten veranderen als zou moeten zijn op niveau van competentie. Maar goed, dat zijn zaken die dan aan de overkant van deze straat moeten worden beantwoord. Bedankt voor dit interview en u beste kijker bedankt om op ons af te stemmen. Onthoud, er zijn nog een aantal andere vragen gesteld en die kan u zaterdag bekijken vanaf 6 uur op deze zender. Vragen onder meer over sociale dumping in de thuiszorg en over de opvolging en begeleiding van gedetineerden. Bedankt dat u bij ons was.